Voor heel even ontvlucht ik de Randstad. Ik kan niet anders. Het gaat daar te hard, het gaat daar te snel. Vele meningen, weinig oplossingen, geen visie. Waar we behoefte aan hebben is reflectie, overpeinzing en een stevige stip op de horizon. En dat zoek ik vandaag in Dinxperlo. Slow down, you move too fast. You got to make... Wat ben u nu aan het doen? Een grasbleurten. Grasbleurten. Bleurten. Bleurten. Aan bleurten. Dat kan. Dat Duits klinkt. Ja, precies, precies, precies. De polloiden wij aan het maaien. Ja. Heel simpel. Wat is dit eigenlijk voor? Nederland 3. Kijk. Komt jullie vandaan, hè? Daar zou ik nou niet begraven willen liggen. Daar zou ik nou niet begraven willen liggen. Hè? In Amsterdam. Dat is helemaal niks. Hello, lamppost. Goed, ter zake. Tijd voor de beloofde dosis verdieping. Goeiedag, wij zijn helemaal uit de Randstad gekomen om te horen hier hoe u tegen Den Haag aan kijkt. De 4 jaar en dan zit ze blauw. Allemaal. Maar wie? Ja. Hey, Rutte en Samson heeft. Samson, dat valt me helemaal tegen. Hoor. Dat hij voor de arbeiders moet wezen. Maar hij loopt met Rutte met. Ach, dan moet ze allemaal opstaan. Ze moet... Als je in haar zit, Samson, dan wordt de streken er ook zeker dadelijk helemaal uit. Goed, ik zou zeggen bedankt, heren. Alles leuk en aardig, maar het nieuws van de week was natuurlijk het overlijden van... Nelson Mandela, dat hij is overleden. Op een gegeven moment houdt het op, hè. We weten dat hij jaren vast heeft gezeten in Afrika, dacht ik. Zuid-Afrika, in de gevangenis. Die overvalt me gewoon, hè. Ja, als niet te veel doorvragen. Kom, Rezi, jij weet meer. Dat is mijn zus. Dat is mijn zus. Zij. Rezi. Rezi. Rezi, kom. Kom erbij, Rezi. Op wat voor een eiland zat Mandela vast? Wat voor een eiland? Wat voor een eiland zat Nelson Mandela vast? Dat weet ik echt niet, hoor. Daar kom ik zo niet op. Waar Ruud geleerd? Robben. Robben Eilanden. Oh ja. Goed knippen, hoor. Volkert van der Graaf dan. Deze week werd duidelijk dat meneer op proefverlof mag. En natuurlijk vinden we daar allemaal iets van. Volkert van der Graaf, ik ken hem niet. Wie is dat dan? Maar ja, daar hou ik me niet mee bezig. Nee. Nee, hier, oké. Ja, dat weet ik ook niet. Nee, stop mij, joh. Nee, dat wil ik niet. Heeft u gehoord dat Volkert van der Graaf op proefverlof mag? Of moet? Ja, slechte zaak. Hij is niet te vertrouwen. Die Volkert van der Graaf. De kapdraaf, dat is best. Ja, ja niet? Klaars weg. Simpel zaak. Oh, een spuitje geven, dan werkt wel wat. Ja. Heel simpel. Een keer verdoven en dan geef zo een spuitje erbij en dan merk je er niks van. En dan kost toch geen geld meer. Ja. Zal ik het afsluiten van het einde? Ja? Nou, kijk morgen bij 10:45 weer naar Poon Nieuws op Nederland 1. Nederland 3. Maar normaal krijg je door cash geld voor, hoe geht dat?